Mevrouw, wist u dat op deze manier het groene afval alsnog niet gescheiden wordt van het grove afval? Nee. Afval kan het best gescheiden worden bij het afvalpunt, waar alle soorten vuilnis een eigen bak hebben. Afval wordt steeds beter en vaker gescheiden. Het grofvuil wordt voor het overgrote deel gerecycled tot nieuwe, bruikbare stoffen. Bijvoorbeeld tot compost. Hier bij GroenRecycling verwerkt men het groene afval tot compost. Groen afval uit Amsterdam en omstreken krijgen we hier binnen. Achter mij wordt het gedeponeerd. Daar verkleinen wij het tot een klein product dat het, laat maar zeggen, stuk geslagen hout is. Die kraan is aan het omzetten door de zuurstof in water bij te gooien. Krijg je dus het natuurlijke effect dat het gaat verrotten, dat het een verrottingsproces wordt. Je ziet het aan de stoom al. Het proces is ongeveer een graad of 70 en dat duurt een maand of drie. Uiteindelijk is dat dus schone grond en dat wordt verkocht aan de burgers, bedrijven. We beginnen hier met schoon groenafval en we eindigen met zwarte grond, laat maar zeggen. Denk goed na over je grof vuil en grove groene afval waar je vanaf wilt. Door goed gebruik te maken van de voorzieningen, zoals het afvalpunt bij jou in de buurt, zorg je dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen, producten gerecycled kunnen worden en de straat schoon blijft. Oké, nou, goed dat ik het weet. Dan zal ik het de volgende keer anders doen. Afvalscheiden werkt. Haal eruit wat erin zit. Kijk voor meer informatie op www.afval.amsterdam.nl. Bye.